Maar er zijn van die avonden waarop niks lijkt te lopen zoals je het zou willen dat het loopt. Nee, het viel niet onze kant op. Eerste beste tegenaanval na 5 minuten. Toen we waren starten, zag er daar uit 0-1. De ingang wordt 0-2. Maak je 2-1, heb je een paar kansen op 2-2. Nou, dus ook weer een van de beste tegenaanvallen. Weer 1-3 penalty. Dan heb je 3-1. Ook weer zo'n moment dat je denkt, je probeert terug te komen en hij ligt er alweer aan de andere kant. Ja, hij ligt aan de kant voor in. En daarna krijg je 3 hele grote kansen onder 3-2. Ook die waren niet aan ons besteed. Nou, dan vallen ook nog een aantal van je betere spelers, Wief, als ik kan uit. Ja, dan weet je dat het niet je avond is. Nee, als je het inderdaad allemaal zo opzomt, dan denk je bijna, je kunt niet winnen. Nee, het was moeilijk gewoon. Hè. En dan hebben we het nog op tussen geprobeerd, dus van wissels. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar werden we ook niet echt beter van. Dat is ook niet helemaal ons stel. We hebben genoeg fysiek om dat eens te proberen. En zeker deze wedstrijd dan. Dus het was een vervelende avond. Ja, en kun je dan de vinger op leggen waar het dan misgaat? Of is het nou, een ik denk dat het complex van factoren is. We missen onze aanvoerder. We weten dat we kwetsbaar zijn als we mensen missen. Dat is heel het seizoen al. Jongens van Ramadan zijn kwetsbaar. We hebben nog Wiever die geblesseerd raakt. Ook een stukje, ja, toch een stukje scherpte in het verdedigen. Als je ziet hoe de eerste 2 goals erin gaat. Stijn van Gassel, die een van zijn mindere wedstrijden keept. Dat kan allemaal gebeuren, hè, maar dat was allemaal vanavond. Zeg het maar. Viel dus, allemaal samen in één wedstrijd. Ja, dat viel allemaal samen. Dus dan kom je tot deze uitslag. En thuis kreeg 1 hele grote kans die er dan ook nog eens niet inging. Ja, precies. En dat was normaal wel kassa. En Mats had toen 2 hele grote kansen die er ook eigenlijk bijna wel in moesten. Dus dat zijn momenten dat je denkt van nou, nu kunnen we terugkomen in de wedstrijd. Ja, dan gebeurt het niet. Dus dan blijf je achter feiten aanlopen. Niemand had dit eigenlijk aanzien komen, deze nederlaag. Nee, zeker niet. Want we starten ook wel goed de eerste 5 minuten. En er was best wel vertrouwen. Terwijl ze normaal ook wel een ploeg die ons ligt, wil voetballen. Nou, dus dat was al een probleem niet. Maar ja, we waren niet goed genoeg vandaag. Nee, en nu wonderlijke en door. Ja, zeker. Wie heeft geblesseerd. Dus kijk hoe het uitpakt. We hebben nog 4 wedstrijden. Dus ook een aantal jongens minuten gaan geven die, om fit te krijgen voor de play-offs. Dus dat is het vizier daar nu op. Ja. Ja, maar het gat naar plek 2 lijkt nu wel te groot worden. Ja, dat denk ik wel. En je hebt ook nog Eindhoven ertussen. Dus daar moeten we nu niet naar kijken. We hebben ook bewezen vanavond dat we daar niet stabiel genoeg voor zijn.